Wij zijn lampen aan het monteren om de basiliek permanent te verlichten. Dus dit is een van de laatste vloerarmaturen. En dan gaan we volgende week even alles instellen dat het op de juiste wijze zit. Dus dit is een van de laatste om de kerk. We moeten er nog een paar bij de pastorie hiernaast. En dan nog aan de overzijde op de lichtmasten nog wat grote schijnwerpers voor de toren. En dan hebben we een heel mooi project neergezet. Er wordt hard gewerkt om de neogotische kruiskerk in de schijnwerpers te zetten. Volgens Dick Bontebal is de verlichting noodzakelijk om 's avonds de aandacht op de kerk te krijgen. De kerk staat aan een mooi plein dat 's avonds verlicht wordt door het stadskantoor en de arcadeverlichting van de woningen. Maar als je het plein afkeek richting de kerk, dan was het gewoon een zwart gat. En dat was gewoon zonde. Wat heb je zelf met deze kerk? Ik woon er zelf tegenover. Dat is misschien heel erg leuk. Dus ik kijk eigenlijk altijd op de kerk. Dus wij wonen aan de overkant. Dus ik zie elke dag zie ik de kerk. En ik zie inderdaad dat die donker is. En dat die dan dadelijk in het licht staat. Daar heb ik zelf dan heel veel plezier van. Oh ja, het geeft wel een goed gevoel. De kerk staat niet meer in de picture, hè? Ja, nee, dat is echt fijn dat te zien. Zo, dat is de laatste. Weer eentje.